We zijn aan het repeteren voor de mis van zaterdag. Want zondag is het Pasen en ondertussen moeten we zorgen dat alles goed overloopt. En dat de mensen de mis mooi vinden. Jullie gaan de kaars halen. Je zet die gewoon hier. Zaterdagavond is het super belangrijk. En het is ook fijn dat er terug mensen komen. Ook vooral jongeren. Je moet de priester met kaarsen voorgaan. En je moet ook bij de priester gaan staan als hij moet lezen. Ik ben misdienaar geworden omdat ik hou van helpen. En daarom leek het ook wel leuk om dat te doen. Het is groen en zit in de kerk. Wie weet het. Een heilig boontje. Misdienaars zijn dus leuk omdat hier veel vrienden zijn. Je kan veel babbelen. Ja, wij lachen wel samen en maken ook wel plezier, ook voor en na de mis.